Biradas, het is vandaag tijd voor Map van een Kijker. Yes! De allereerste op mijn aflevering. Oh, maar Nanny! De allereerste op mijn kanaal, dat is wat ik probeer te zeggen. Deze stond in mijn mailbox en hij is gemaakt door Freek. Lekker bezig, Freek. We gaan kijken of ik deze kan halen. Hij zei wat het heel moeilijk kon zijn. Of heel makkelijk of heel geheim. I don't even know, man. Dus hij wilde me vooral zien falen. Dat begrijp ik. Gaat niet gebeuren, pik. No. Dus laten we beginnen. Kijken of de kijker mij kapot kunnen maken in dit geval. Oké, start the game. Oké, kijker, als dat je echte naam is. Ik ben in jouw mappie aangekomen. Ik ben benieuwd hoe je mij gaat verrassen. Misschien is het aangenaam, misschien is het onaangenaam. Oké, maar er zijn dus wel een paar regels. Bounce pads en launch pads are only allowed to be placed on the floor shown next to you. Dus, een launchpad mag alleen op dit soort vloeren en een bouncer mag alleen op dat soort vloeren. Helemaal duidelijk, Freek. Wacht, dat was een onironische Freek, oké? Hoe je al een kissie. We hebben de eerste checkpoint. Lekker kanga, konga. Is er wel eens een kissie? Daar kom je wel bij het begin. Dat is ook een vervelende, joh. Ik zie het al. Eén verkeerde keuze en je gaat met die speedboosters op deze checkpoint. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat ik daar doorheen moet. Ja, dat zou zomaar kunnen. Alright, zitten hier secrets. Dit is dus wel een soort van escape room, maar als het goed is ook een puzzelmap. Kak! Kak, kak, kak! Oké. Het is dus zo'n soort kamer. Er zitten dus verborgen traps. Nanny. Waarom zag ik die ook gewoon niet? Kijk hoe overduidelijk die is. Oké. Zolang die geen destruction traps heeft staan, vind ik het helemaal prima. Want die dingen zijn verschrikkelijk, man. Is this the way? Ja, dit zou de way kunnen zijn, weet je wel. Het zou helemaal kunnen, zo zeker weten kunnen. Maar eigenlijk ben ik ook gewoon even benieuwd wat hierboven zit, weet je wel. Gewoon even spieken. Hello, B-Redders. What's up the stairs? Helemaal niks. Oké, top. Nou, dan trinken we die nog even. Hello. What's... 1-1. Maar dan omgekeerd. Wat houdt dat in? Kunnen we hakken? Nee. Kan niet. Oké. Dan was ik nog benieuwd, hè. Want je had daar die bounce pad en je hebt daar die spike trap. Maar ik dacht, misschien is er wel iets boven het huis. Maar blijkbaar gewoon helemaal niet. Hello. Please, trigger. Me brother. Dus het is denk ik veilig om weer naar beneden te gaan. Gewoon lekker terug te gaan. Ja, yes. Want die bounce pad. Ja, nee. Dan kwam ik eventueel daar op het ding uit. Maar dat was het wel. Oké, op naar de volgende stage, neem ik aan. Hello, tunnel, be brother. How you doing? Oh. Er zitten gewoon vieze spike trapjes hier. Had ik geen eens gezien, joh. Was ik bijna dood. Bijna. Ah, oh my god. Mo, shinderu. Nani. Wat is dit? Aha. Een launchpad. Ja, jeet. En we hebben ook een bouncertje. Die wil ik eigenlijk stiekem al pakken, maar... Ik kan hem net niet er doorheen grijpen. Jammer, man. Wat vinden jullie trouwens van deze pickaxe? Heb ik in de shop gekocht met code Rudy. Thank you. Oké, we hebben hier dat ijs. Dus uiteindelijk moeten we denk ik ergens doorheen schaatsen. Al lijkt mij in ieder geval heel logisch. En we hebben hier een checkpointje, maar ik vertrouw hem niet helemaal, hoor. Jee! Oh. Jee! Nice. Oké, ik kon hem dus wel vertrouwen. Maar wat moeten we nou doen met dat ijs? Wat nou als één van deze spike traps een geheime vloer heeft? Nou, die dus niet. Deze ook niet. Maar wat hebben we dan in het ijs? Misschien hebben die wel een geheime vloer. Is dat een ding? Ik heb dat nog nooit gezien bij ijs eigenlijk. Laten we even kijken. Laten we even helemaal rondlopen. Kijk, ik weet niet hoe ik deze kijkerman in moet schatten, weet je wel. Het kan letterlijk alle kanten op. Maybe he's super intelligent. En de map dan dus ook. Maybe Bakades. Grapje. Dat sowieso niet. Want hij heeft al een hele mooie map met elkaar gefrutseld. Dat doe ik hem niet na. Oké, Freek. Als dat je echte naam is. Geen spike trap. Oh, nou komt het dolhof gedeelte. We kunnen... het pijltje zegt die kant op. Maar mijn instinct zegt dat we ook die kant op moesten. En dat ik nu verkeerd ga. Ja. Oh, maar hier is weer een pijltje. En die zegt weer die kant op. Maar wat nou? Als we niet die kant op gaan. Maar deze kant op. Oké, dus dat is een dubbele weg. Oké, duidelijk. Want ik moet ook sowieso nog die bouncer zien te... zien te vinden. Hier iets onder? Vertrouwen niet. Ik weet niet wat voor soort map dit echt is, weet je wel. Oké, hier is weer helemaal donker. Daar kan ik niet doorheen bouwen. Daar kan ik ook niet doorheen. Kijk, het zou kunnen dat ik hier zomaar ergens doorheen kan, weet je wel. Oké. Yes, show me that way. Oké, we kunnen hier omhoog. Oké. Huts. Zo, kan niet springen. Hoppa. Yep. Oké, kan nog steeds. Be right this. Why do I know that you're too how to jump? Illo. Hoppa. Ah, wat? Ik stuiter er gewoon vanaf. Oké, tijd om even serieus te worden. Hier, in één keer. Hoppa. Kak, in één keer. Yes, I did it. I'm the best in the Fortnite. Huts. Zit hier een spike trapje? Dat zou heel vies zijn, maar weet je wel, even checken. Oké,
Duidelijk. This looks like the way to me. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat hier is. Want dadelijk zijn er gewoon meerdere routes, weet je wel. Dadelijk zijn er gewoon heel veel meer routes. Wat? Een kapotte muur. En dan moet ik wel waakzaam op zijn, weet je wel. Ja. En hier is ook al banden. Huts. Jee! Wat? Oh ja, maar ik heb nou het idee dat ik items achterlaat. Oké, laten we heel even naar beneden gaan. Fall damage dus. Oké, we hebben een checkpoint. Ik weet niet of dat zozeer het volgende gedeelte is. Zou kunnen. Zou niet kunnen, weet je. Maar waarschijnlijk wel. Ik bedoel... Oh, ik dacht ik ga hier gewoon even verder doorspringen. Maar dat kan helemaal niet. Maar de deur moet dan wel naar deze kant open. Want dan kan ik eventueel de jump maken vanuit daar. Maar hier kan ik dus niet op. Of kun je op die klink? Nee. Oké, ja, dan moeten we wel deze kant op. Alhoewel, dat is nog steeds die ene route die ik geskipt heb. Too bad, too bad. Laten we hopen dat die nergens voor nodig was. Oké. Hoppa. Hier in één keer. Hop. Jee. Oeh, die overjumpte ik bijna uit. Hoppa. Ja hoor, kijk, ik doe het wel goed. Nee, ik doe het niet goed. Oké, jullie hebben niks gezien. Knip dit er even uit, dankjewel. Wat, zeiden jullie iets? Nee hè? Oh, ik dacht al. Even dat ik wat hoorde, maar toch niet. Nee, natuurlijk hoorde ik niks, joh. Ik weet niet waar je het hebt. Waar je het lekker zo'n draaitje al op het einde, waar jullie het over hebben. Is this the way? Ja hoor, kijk, dat dacht ik al. Slim hoor, slim gemaakt dit. Oké, dan moet ik vanuit hier die fakkel op. Of ik moet het doen met een schuine jump, of ik kan het gewoon net halen als ik het zo doe. Kun je dit lopen van deur tot richel? Nee, dat kan niet. Oké, dus dan gaan we dat niet doen. Ja, wat zal ik proberen? Gewoon een full ceiling jump of toch een zijwaarts aanloopje en dan draaien? Goeie vraag. Huh? Oh, dat ging makkelijk, dat ging makkelijk. Oké. Top. Nou, hier wil ik niet doodgaan, want dan moet ik ook weer dat hele bandenstuk... Oh nee, dat spike stukje opnieuw doen. Laten we eens even koeken luren. Het lijkt helemaal clear hier, maar we kunnen ook daar naar boven. Dat vind ik even naar. Aha! Ik wist het! Ik heb echt het idee dat ik die bouncer nu compleet misloop, weet je dat? Oké, dat is een deur. That's a door. Oké, we beginnen links. Alles lijkt oké. Ik moet vooral boven me checken, want trap omhoog equals gevaarlijke trap in mijn nek. Alright. Oké. Ja! Alles... Dit is zo naar. Hij heeft al een keer een spooky trap ge... Oeh. Hello. Oh, wow, een checkpoint. Hey, I'm the man. Ook in één keer wel goed, hè. Nee, het ding is wel... Oh, nee. Dat is wat ik bedoelde, B-Brothers. Ik heb een bouncer nodig. No. Oké. Doe die deur even dicht voor het gemak. Laat het maar vanuit gaan dat hier geen traps zijn. I mean, prima toch. Ja, dit is waarschijnlijk gewoon één groot rondje dan. Al wel. Dus ik doe even die ene deur dicht, zodat het duidelijk is dat daar de geheime gang is. Ja! Maar nou moet ik die bouncer zien te pakken. Hoe dan? Ja, goede vraag. Oké, nou zijn we dus hier. Dus hier lag de bouncer niet verstopt. Dat betekent dat ik een aantal checkpoints terug moet waarschijnlijk. Oh, wat een streek weer. Wat een streekie. Nou, dan gaan we dan. Lekker naar beneden. Huts, kaas soufflé. Nee, dit vertrouw ik ook allemaal niet, hè. Dit kan ook echt alle kanten op natuurlijk. Hier, even potten. Lekker potten slopen, net als in For Honor. Heerlijk. Kun je ook overal niet doorheen. Nanny. Oh, is dat een... Oké, dat is gewoon iets minder gemapt. Oké. En daar even dat ik een weg had gevonden. Maar toch niet. Kan gebeuren natuurlijk. Overkomt de beste. En mij ook. Wat is dat? Oké, dus... Daar ben ik teruggegaan. We kunnen hier dus nog naar rechts. Nee. Dat gaan we niet doen. Daar dacht ik toch even niet, man. Leuk geprobeerd, maar dat gaan we niet doen. 100% gaat dat niet gebeuren. Oké, dan zitten we dus weer even in een soort van nieuw gedeelte. Oh, dan zitten we hier juist. Shit, man. Ik denk echt dat ik bij het huis moet zijn. Kak. Of was er nog een weg beneden? Nee, dit was het. Ja, joh. Oké, dan moeten we dus toch wel... Dan moeten we toch wel door die boosters, jongens. Er zit niks anders op. We moeten ergens bij dat prison gedeelte de bouncer zien te krijgen. Dus hier moeten we even rechts. Dan komen we waarschijnlijk weer helemaal uit op start. Alhoewel... 6666. The number of the beast. 7776. I'm confused. Oké, eentje... We nemen 666. Eentje gaat waarschijnlijk terug naar het begin... Oh. Ja, kan ik nog omdraaien alsjeblieft? Oké, nee, niet. Goodbye, my love. Nee, no, reset the map. Of toch niet? Oh, nee, niet. Nee, de ma... Oké. Please. Maak er gewoon een muur met spike traps. Dat is mijn pro tip. Maps be resetting, neef. Ik hoor hier ook gewoon een kissie, maar ik hoor het kissie boven me. Dat is het verschrikkelijke eraan. Ah nee, zit hier onder. Weet je wat? Misschien kan ik daar wel doorheen vliegen. Dat is geen ding. Nee, wacht. Ik ga nog één keer proberen. Misschien aan de rechterkant juist, wie weet. Weet je wat? Misschien kan ik hier wel... Oké.
Hé, hey, maar misschien kan ik hier nog wel doorheen vliegen. Nou, nee. Nou, dat was het dus overduidelijk niet. Zit hier dan nog een gat? Lijkt er niet op. We hadden dus die gekke tunnel. Ja. Kijk, dit snap ik dan niet helemaal. 1-1 met een teddybeer. Ik heb het idee dat ik hier iets mis. Oké, we going out, brother. We zijn eruit. Dus, het ding is, hier ligt een launchpad. Hoe we daar komen, dat weet geen mens. Ja, maar dit is een probleem, want we zijn nu meteen weer hier. Dus dan moet het die 777 deur zijn geweest. Dat lijkt mij de enige logische route in dit geval. Oké, laten we kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Nee, komt hierop uit. Ah, dat is naar, ouwe. Dat is zo naar. Oké, dus je hebt daar helemaal niks aan. Je hebt helemaal niks aan deze hele route. Oké, ik heb dan toch het idee dat ik iets mis in het huis. Maar wat? Ik bedoel, hier ligt ijs. Ligt dat er voor een reden? Dat is ook even de vraag. Kan ik hier ergens doorheen? Lijkt er niet op. Kan ik op de tunnel? Is dat een ding? Nee, dat is te laag. Het is allemaal maar één hoog hier. Hier is ook nergens iets te vinden. En deze bouncer kan ik zo niet pakken. Nanny. Ah. Kom in, Asai. Maar ja, zoals je kan zien, er loopt daar wel een mooie gate. Maar ik kan het allemaal net niet zien. Ik zit ook al helemaal moeilijk te kijken. Maar ah. Het is niet te zien. Mist B. Rudda, iets in het huis. Hier kunnen we dus niet doorheen. Zij heeft hier gewoon een house preset gebruikt. Neem ik aan. We kunnen misschien die keuken in. Ik weet niet of dat een ding is. Kunnen we hier gewoon... Nou, lijkt er niet op. Dat zou wel een antwoord kunnen zijn. Als we gewoon hier doorheen kunnen. 1, 2, 3. Nope. Dat is dus ook niet het antwoord. Voor de rest zie ik ook helemaal geen gangetje hier. Dat is wel lastig. Het enige wat we hier dus aantreffen... Kijk, is hier een gat onder? Nou, dat zou niks uit moeten maken. Het enige wat we hier aantreffen is dit. Een omgekeerde 1 en een zwevende teddybeer. Wat bedoelen ze dan mee? En we hebben dit dan natuurlijk. Hier kun je... Nou, daar kun je niet opkomen. Ja, wat? Misschien als we de deur andersom doen en dan... Oh. Ja, man! Al zou ik niet weten wat daarvan het nut is. Oh, I found our way. Oh, oké. Okay. Oh, sommige vakken staan echt op zo'n net niet plekje. Ja, dit is... Dat komt door dat randje van de walls. Zeg maar, het thema van de map heeft die uitpuilende walls. Pretty annoying, man. Zie je, het stoot me weg. Come on, bro. Oh, ja, een bouncer. Oh, yes. Oké, okay, B-Brothers, we back on track. Yes, we are. Oké, okay, die deur staat nog open. En daar zijn we. Jump is gehaald. Dan gaan we hier weer op deze deur. Nee! Ah, nein. Ach, doe meine Güte. B-Rüder. En we zijn weer bij de deuren. Nou, we hebben geleerd dat we hier doorheen moeten, hier doorheen moeten, hier doorheen moeten, hier doorheen moeten, hier doorheen moeten. En dan hierom moeten draaien, want hier zit de gat. Dan kun je hier overheen. Dan kun je hier een bouncer plaatsen. En dan, be ready, dan. Hebben we nog een bouncer nodig? Is het een grap? Oké, dat is voor... Oké. Het is denk ik niet de bedoeling dat ik hier wacht. Ondertussen ben ik hier geland. Nog steeds geen idee hoe ik bij dat ding zou moeten komen. Waarom zit dat afdakje daar ook? Of is dat gewoon gemapt? En zover ik weet kan ik hier ook gewoon niet doorheen. Nog één ding proberen. Nope, dat is hem ook niet. Mijn vermoeden is dat ik iets in het huis gewoon compleet misloop. Iets aan deze trap staat me ook gewoon niet aan. Ik weet niet wat het is. Is dit echt geen weg? Ja, dit is het ook allemaal niet. Mijn laatste vermoeden is dat ik via hier ergens zou moeten komen. Anders zou ik het legit even niet weten. Oh, wacht. Nee, deze route hadden we al. Kak. Zal ik even de vraag of dit echt opzettelijk is of niet? Kom er niet in namelijk. Misschien hier. Ah, I found the hole. The hole. Oké. Okay. Oh, daar is een bouncer. Haha. My god. Duurde even. Oh, hier moet een launchpad worden geplaatst. Ja, be red des. We have found our way. Huts. Ja, nee, dat vertrouw ik niet. Kak. Is that the bouncer? Easy. Easy. En daar zijn we weer. Be red des. Nu kunnen we eindelijk omhoog. Ja, omhoog. Ja hoor, doen we hier nog een keer omhoog. En dan komen we in Palletland. Nee, niet Palletland. Oh my god, Palletland. Hier zitten genoeg dingen verborgen. Ik bedoel, hier zien we natuurlijk al helemaal niks. En aan deze kant, oh my god, twee deuren. Oh my god. Palletland des. Hier kunnen we ook niet doorheen. Hier kunnen we ook niet overheen. Hier kunnen we wel naar boven eventueel, maar heeft het zin? Nou, wie weet. 1 en 1. Oké. Als hier destruction traps in zitten, word ik best wel wild. Maar, hier was ook een andere deur. En hier was nog een deur. Yes. Heel cool. Ja, alleen eigenlijk kan ik ook naar boven hier ergens, vermoed ik. Alhoewel, is dat een ding? Ik zie niks echt er bovenuit steken. Dus dat red ik denk ik niet zomaar. Laten we door deze deur heen gaan. Die geblokkeerd is. Kak, oké. Goeie man. Oké. Laten we door deze deur heen gaan. Die geblokkeerd is. Ah. Goeie man. Grapje. Dat wist ik natuurlijk al lang. Laten we dan door deze deur heen gaan. De omgekeerde 1. Yes. Nee. Nee, daar kunnen we niet zoveel mee. Tenzij er een onzichtbaar blok is. Jee, nee. Ja, nou, nee. Natuurlijk maakt de keuze... Dit is ook al dicht. Kanonnen. Oké, dan kunnen we maar één ding doen, hè. Be red des. Al die tijd. Ik wist het al. Al lang natuurlijk. Jullie kwamen er later pas achter. Maar ik wist al die tijd al. Dat dit de truc was.
En dan ga je hier op de rand. En dan ga je daar op de rand. Dan ga je daar op de pallet. Dan ga je hier op de rand en huts, je bent er. Dat was al de al die tijd. Al die tijd was dat al wat je moest doen. Duh. Oké, volgende gedeelte. We hebben hier een golfkarretje. Ja. Dat klinkt wel leuk. Laten we die even naar boven tuffen. Oh, aha. I see what je hier aan het doen bent. Huts. Checkpoint. Jee. Lekker, man. Lekker. Oh, nee. Dan gaan we hier lekker de dood tegemoet. Huppakee. Oh, easy peasy. Lemon squeezy. En daar zijn we dan. In de keuken. Ja. Oh, die plek die we al die tijd al aan het zoeken waren. Hoppa, nog een checkpointje. Daar zit een gat. Maar daar zit ook een gat. Ik hou al van gaten. Kom op. Hoppa. Hier, in één keer. Die jump. Kunnen we die halen? Die jump. Kunnen wij die halen? En er is nog meer daarboven. Eerlijk, ik denk dat daar een bouncer op moet. Omdat ik de vloer zie. Aan de onderkant. En de bouncer lag een beetje in het rode gedeelte. Dus oemf. Big oemf. Mooi sprongetje hoor. Dus ik denk als we hier naar beneden... Ja hoor, we kunnen naar beneden. En naar beneden kunnen... Dan kunnen we eventueel in een tunnelstuk komen. Met aan het eind van de tunnel. Daar bouncen. Maar, ja dat dacht ik al. Dan moeten we het wel hier mee doen. En we hebben de bouncer. Hoppa. Oké. Hey, ik ga lekker respannen. Stik maar ja. Kijk, we zijn een bouncertje rijker. Eindelijk. Zit hier niet nog een verborgen holletje? Nee, niks hè. Zo, hoppa en hoppa floppa. Nou wordt het probleem... Deze deur daadwerkelijk in knallen. Ik kan het proberen op deze manier. Maar I do not know that way. Hoppa. Easy. Mals, dat was easy. Gaan we hier omhoog. Nou, omlaag. Nou, Freek, ik moet zeggen, het is wel een geinig mappie. We kunnen daar op die fakkel springen, maar we kunnen ook... De keuzes die gemaakt moeten worden. Nee! Oh, hahaha. Zweten even, joh. Ik schrok me daar de pestpleuren. Kijk, okay. Oh, deze deur moet open voor het vervolg van de puzzel. Oké. Goed dat ik deze weg heb genomen dan. Ja, en dit. Dit vertrouw ik niet, want dit gaat helemaal lekker terug naar het begin, denk ik. Dit gaat, denk ik, helemaal terug naar het begin. We zitten nu een beetje op dat niveau, weet je wel. No. Niet, sir. Not gonna happen, neef. Ik bedoel, ik heb al één map reset gehad. Dat gaan we niet nog een keer doen. Hoppa. Oh, kijk, zijn we er overheen. Gaan we hier naar deze jump hier voortzetten. Dan zit hier natuurlijk het vervolg van de jumps. En de bunny... Mooie bunny op, pik. En met de bunny op, daar zijn we dan. Ja, dit moet ik als het goed is gewoon makkelijk redden. Yes, kijk. En we zijn weer een stukje verder. Lekker bezig, Rudy. Schouderkloppen voor je ze. Ah. Oeh, ik kom net terug uit de gym, jongens. Oeh, ik heb mijn rug en mijn schouders getraind. Ai. Oeh. Hebben jullie al de gym gehit, B-Rudas? Let me know in de comment down below. Ja, jeet. Dat moet ik eigenlijk niet meer doen zo risky. Dadelijk plak ik ze ponk op de muur. En dan heb ik het helemaal vernacheld voor mezelf. Hello, Mason. Laten we weer gewoon linksaf gaan. Kijk, is het alweer een hoog plafondetje, hè? Dat zie ik wel. En dan zit hier ook een fakkeltje ook gewoon. Ja, nou kan ik nergens naartoe. Nee. Ik zie overal hoge plafondetjes. Dat is zijn vieze praktijken. Zo noem ik ze ook wel eens. Vieze praktijken. Maar hier is wel een checkpoint. Zo, ik voel me echt even intelligent, joh. Hij kan vaker hoor, Geen zorgen. Zit hier een geheimpje achter? Waarom zijn hier overal van die stroomboxen? Die kunnen alleen maar iets verstoppen, toch? Ja, dan kunnen we hier weer meerdere kanten op. Een launchpad! Oh! Ja, maar dat vind ik wel naar, want ik kies vrij snel de goede routes, zeg maar. Alleen, je moet ook de items dus daadwerkelijk treffen. En als je heel vaak goed loopt, om het zo maar te noemen, naar de vooruitgang, dan kun je ook wel eens hebben dat je een itemje skipt. Dus dan moet je alsnog helemaal backtracken. Nou, dit ziet eruit als een jumppuzzel. Zou kunnen dat dit helemaal nergens naartoe gaat worden. Dat zie ik nog wel gebeuren. Wacht. Easy. En hier zit dan een gek spleetje. Hello, easy B-Rudders. De bouncer. Yes, indeed. Kijk, dat bedoel ik. I've got the eye of the tiger voor dit soort dingen. Oké, zou dit de Jukorono zijn? Ja, daar moet een launchpad geplaatst worden. Maar wat is hier dan? Kijk, dit vertrouw ik niet. Hier wil ik nog even nader onderzoek naar doen. Hello, wat heb jij hier verstopt? Helemaal niks. Oké, dat kan ook. Ja, ha! Een klein kuiltje. Ik wist het wel. En nog een bouncer. Tuurlijk. Kijk, oké. We kunnen nu dus terug om die launchpad te plaatsen. Kunnen we ook gewoon lekker niet doen. Wow. Ja, dit vertrouw ik ook niet eerlijk gezegd. You were this. What should I do? Ik ga het gewoon doen. Laat me alsjeblieft niet op de resetknop komen. Oh ja, nee. Is dit de reset? Ik voel me een klein beetje bedreigd nu. Ik ben buiten. Wat? Een checkpoint. Wat? Nee. Dit is een trap. Hoe groot is deze map? Jongens, als jullie mapjes naar me toe sturen... Zeg even hoe lang die duurt. I mean, ik heb gewoon voorkeur aan 30 minuten mapjes, weet je wel. Ook omdat je dan niet te veel vastloopt. Maar dit kan alle kanten op, joh. Ik heb werkelijk waar geen flauw benul. Zo. Kunnen we daar doorheen? Volgens mij echt net niet. Nani. Shit, ik wilde de deur juist aan de andere kant. Nou ja, boeien. Zo, kan dat ook al niet. Flip.
Nee, dat kan inderdaad gewoon niet. Oké. Dat is een lastige, man. Dan ben ik hier weer. Het is echt een heel groot doolhof, dit. Oké, dan kan ik wel hier omhoog. Daar kan ik niet doorheen. Nice maze, bruv. Dan moet ik daar de fakkel pakken, denk ik. Dus hier echt strak op het randje. Even zo doen. Voor de nice bait. Dan zat al iets wat ik niet helemaal vertrouwde. Oké, hier ga ik waarschijnlijk één keer in de spikes vallen. Ja, dat dacht ik al. Oh, oké, net gered. Oh! Ja, zuur. Ik denk dat ik dan moet jump fatigen. Oké, nou ben ik weer de hele weg kwijt. Oh, het was volgens mij hier omhoog. Dan hier omlaag. Dan hier omhoog. Nee, fout. Oh, dan hier door het raam. Dan hier naar links. En daar zijn we weer. Dus 1, 2, 3. Jump fatigue! Nee! Oké, dat was nauwelijks een jump fatigue. Ik bespeur geen jump fatigue in de game. Oh, nee. Ik ga het gewoon proberen vanaf deze fakkel. Oh, ik word heet het weggeduwd door die stomme rand. Hello, Freek. Kun je die fuik... Kun je gewoon die stomme rand weghalen, please? De jump is zo naar. De hele map loopt pretty soepel. Alleen, bij deze jump ben ik al 10 minuten bezig. Puur omdat die rand. De rest is goed te doen. Het is gewoon leuk. Maar, zeg maar, dit is easy. Fakkeltjes zijn wel leuk. Alleen die rand... Die stinkrand en er is geen jump fatigue. Dus ik kan hier niet, zeg maar, omlaag dodgen. En het ding is ook, ik moet daar oplanden. En dan verder nog springen. Hè? Dat is het moeilijke. Dus stel, ik val alweer, moet ik weer dit hele spiegelstuk opnieuw proberen. Ik kom niet op die rand, ouwe. Gewoon niet. Het ding is nu ook, ik kan niet terug. Omdat ik die speedboosters heb gebruikt en hier mijn checkpoint heb. Dus ik weet niet of dit een van de eindes is. Ik weet niet. Zeg maar, je hebt een moeilijk einde en een makkelijk einde zijn. Een geheim einde. Ik denk dat dit een van die dingen is. Zoals het nu overkomt, is het een moeilijke einde. I don't even know, man. Maar ja. Feedback, geef het een beetje aan. Als dat hier een checkpoint, dan was het al makkelijker. Maar dit is gewoon enigszins vervelend. Dit zijn van die dingen waardoor ik vaak stop met een mappie. Maar het voelt ook niet echt als een kwestie van skill. Het voelt meer als zo van, ja, good luck met landen. Want ook omdat de camera volledig in je neus zit, weet je wel. Met deze jumps. En zo'n klein one-by-one-etje. Via deze fakkel lukt het mij ook gewoon niet. Of is mij niet gelukt. Oh ja, chill. Fietsen. Het lukt me niet. Had ik maar jump fatigue. Moet je nagaan, hè. Dadelijk haal ik deze jump. Maar gelijk hier overheen. Haha, ja. Dat zou leuk zijn. Maar eerlijk, haal dit weg. Dit weg. En het is easy. Het is te doen. Maar dit fuck, dat ding... Zonder jump fatigue? No. Oké, precies het midden. Ja, jeet. Nee, stik in je huid. Ik ga dit niet meer doen. Hé, laten we anders teruggaan naar de vorige checkpoint. Oh, nee. Oh, hey, be ready. Zoals je misschien gezien had, ben ik er al klaar mee. Dus ik ben bereid om me af te sluiten. Dus gaan we maar lekker kazen. Hier, huts. Lekker, man. Oh, nanny. Is dit al die tijd al een... Geen afkorting. Had ik al verwacht. Maar me helemaal niks uit ook. Oh, Nanny. Is dit stuk gewoon irrelevant? Hé, ik heb je boosters omhoog. Wat cool. Hier is dat door. Wacht, wat? Daar booster. Hey, als het goed is, moet ik een launchpad overhouden, toch? Kijk eens. Ah, joh. We zijn er gewoon doorheen. Dat was niet zo moeilijk. Dit is ultiem naar. Een checkpoint. Wat fijn. Er zijn 3 eindes. 1 makkelijke, 1 moeilijke en 1 geheime moeilijke. Ja. Ja, ik heb nog maar 1 bouncer knul. Huts. You got the hard end. Good job. Nee. Nee. Even opnieuw. We pakken deze. You got the easy end. Still a good job. Yes. Wacht, wat? Is dit... Moet er nou nog iets komen? Of is het meer zo van... To get a view, you need to have to complete the secret level. Oh, I see. Yes, we hebben hem wel gehaald. Met lichte kazings. Maar ik hou al van kaas. Wat? Eigenlijk helemaal niet. Nou, oké, vooruit. Laten we dan nog maar even kijken wat er hier te zien is. Zucht. You got the hard end. Yay. Oh. Zit. Oh, omdat we die ene bouncer nog erbij hadden gevonden of zo. Oké. To get a view, you need to get the secret level. I don't know how to get there, be red dead. Nou ja, thanks voor het kijken naar deze allereerste map van de kijker. Desondanks die zuigende jump. Thanks voor het kijken. Ik vond het een leuke map. Ik had hem een 8 van de 10 willen geven, maar fix die jump? Nee. Thanks voor het kijken. Gebruik code Rudy in de itemshop. Abonneer als je nieuw bent. En ja, mocht je zelf een mapje hebben, deel hem met me op Discord kan. Het liefst niet te lang. Niet onmogelijk parcours scissors. Daar ben ik geen fan van. Of als je echt een code hebt of zo, dan mag je ook gewoon naar me mailen. Dat is ook prima. Of op Twitter. Ik heb liever Twitter. Dat is het fijnste. Thanks voor kijken, B-Redders. Bye-bye.